In de vorige aflevering zag je dat we van Lieveu via de Luxterbretting naar Aalborg zeilden en vervolgens door naar Hals aan het einde van de Limfjord. Van Hals zeilden we met flinke wind naar het eilandje Lessö, waar we een plekje vonden in de Westerö haven. Vanaf de haven loop je in een paar minuten het dorp in waar een supermarkt en de fietsenverhuur zijn. Het lukt ons om fietsen te huren voor een dag, terwijl we niet vooraf hebben gereserveerd. Een risico, maar we hebben geluk. We zijn nu al helemaal verdwaald. Echt? Ja. We zijn helemaal fout. Oh. We moeten ergens rechts. Kan eigenlijk niet, hè? Oh, hier. Fiets op, Lessö. Nu nog wind mee. Dus we gaan heerlijk. Maar het waait windkracht 5. Dus terug zou wel een pittig stukje zijn. Nou, het is hier wel mooi, Ben. Ja. Als je het verhuisd bent, heb jij over gelezen volgens mij? Ja, dit is een schuurtje, denk ik. Wat er op het dak ligt is zeewier. Dus dat zeewier dat wordt hier gewonnen. En vroeger dan gooiden ze dat gewoon op het dak om het dicht te maken. Als dakdekking? Ja, dus. Als dakdekking. Daar is de zoutwinnerij, denk ik. Links. Hier verwarmen ze het zout, of het zoute water eigenlijk, met eikenhout. Daarna fietsen we door naar Beuren, waar de toren van Thorwald Hansen staat. Deze eigenzinnige klompen- en fietsenmaker bouwde deze toren, omdat hij niet meer het hele eiland kon overzien. Vanuit zijn eigen toren kon hij dat wel. Het is echt hier prachtig op Lessö. Heel mooi, mooi eilandje. Maar wel hobbelige fietspaadjes. Bij veel huizen tref je een kraampje met tweedehands spullen als huisraad, potten, pannen en glaswerk, maar soms ook zelfgemaakte jam of honing. Zo, we hebben boodschappen gedaan. Boodschappen van week. Ja? Soms iets meer dan een week. Maar groente en zo is voor een week. Oké. Okay. Een kleine week. Okay. Kleine week. Zeg maar een week van 5 dagen of zo. 5 of 6 dagen. We verlaten Lessö tegen wind en golven in om vervolgens zuidwaarts te sturen richting Enholt. Daarvoor moeten we eerst een ondiepte noordwest van Lessö ontwijken.
insturen? Heel druk. De automaat doet het, hè? Heerlijk is heerlijk. En zo gaan we. Bijna 7 knopen. Soms eroverheen. Soms ruim eroverheen. Bij 12, 13 knopen wind. En we zijn onderweg van Lesseux naar, ik denk, Grena. En dat staat nog niet op de kaart. Ja, het staat al op de kaart, maar dat is niet in beeld nu. De plan inmiddels gewijzigd. We gaan nu niet meer naar Grena, maar we gaan naar Anholt. En dat komt omdat de wind een stukje draaide. De verkeerde kant op om naar Grena te gaan. Dus de wind is wat meer zuidelijker geworden. En daardoor kunnen we nu op Anholt aansturen. Dus ja, je moet flexibel zijn. Maar dat zijn we dan maar. Maar dit ziet er wel weer fijn uit. Kijk. En mevrouw? Ja. Maar de automaat stuurt nu op de wind, hè, denk ik. Ja. Ja. Eindelijk weer een beetje normale snelheid. Oh, wat doe je nou? Veen, zegt hij. Kijk, we gaan nu eindelijk weer boven de 7 knopen. En dat we hebben alsmaar zaten we tegen de 5 aan. Nou, dat is beter. Dit is de huidige situatie. Hier ligt Anholt. Oh, sorry. Hier ligt Anholt. Waar komen we vandaan? Dus we zijn zo aan het varen. Dat is niet super handig. Zie je? Zie je de Denen ook? Nou, is dat. Achter me ligt Anholt, wat wij al een tijdje proberen te bereiken. Op zich gaat het best goed, alleen de wind valt nu een beetje weg. En we hebben al eventjes een paar ondieptes moeten ontwijken. Even een slagje gemaakt. En maar goed, we gaan niet zo hard meer. Knopen 4, denk ik. Oh, we gaan over de grond gaan we 5. Dus met een beetje geluk komen we vandaag nog aan. En eigenlijk moeten we niet zeuren, want het is toch bijna 2 uur eerder dan verwacht, denk ik. Het is bijna 7 uur en we zouden om 9 uur aankomen. Oh, 7 uur. We komen om 7 uur aan en dat was ook de bedoeling, dus we moeten gewoon tevreden zijn. Eigenlijk.
De haven van Enhot ligt weer stampvol. We kennen het niet anders. De havenmeester komt ons uiteindelijk de tip geven om Eva gewoon maar ergens tussen te persen. We overwegen het serieus, maar vinden het toch wel risicovol om onze 12 ton met boegspriet tussen de polyesterboten te duwen. In overleg met de havenmeester gaan we uiteindelijk net buiten de havenkom aan een steiger liggen. Daar is het onrustig en ondiep, dus niet ideaal, maar beter dan schade aan andere boten veroorzaken. De derde poging om aan te leggen, aan de kant waar de wind ons afwaait, gaat in één keer goed. De volgende dag vertrekken we vroeg, want we hebben last van de golven in de haven en Eva ligt ongeduldig aan haar lijnen te rukken. We varen snel door richting Helsingør. Dat het allemaal iets minder florissant is, minder zonneschijn en genieten. Het luik hierachter, hierboven, hebben we helaas vergeten dicht te doen net. En het gaat nogal tekeer buiten. Dus er kwam een flinke golf met zout water naar binnen. Ja, dat is niet zo lekker, want dat blijft plakken. Dus dat betekent gewoon, als we vanavond in de haven liggen, poetsen. Zodat al die zout weg is binnen. Ik zal even laten zien. Even kijken hoor. Dit is het luik. Nou, er zat nog water in. Blijkbaar na de golf blijft het ergens hangen, dat water. Want af en toe komen er nog straaltjes water uit. Ja, en hier heb ik dan maar even een doek neergelegd. Want er staat koffiezetapparaat op ons handige fornuis. Maar goed, daar kwam ook een blend zoutwater overheen. Zoute koffie, altijd lekker. Kijk, daar is Ben. Ja, bijna niet herkenbaar. Het is kut weer, Ben. Het is kut weer, ja. Nou. Echt wel? Het is gewoon een beetje, het was gewoon een beetje ruik hier. Het heeft ook met de ondieptes bij het eiland en zo te maken. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel mee valt, hoor. Tot nu, top. Boenk. Gaan we net weer boenk. Maar die regen is natuurlijk ook niet super fijn. Nee, precies. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Nee. Of zonneschijn. Nee, bijna wel alles. We leven in een paradijs. Zonder zorgen. Lekker kokosnoot eten. Ja. Soms heb je dit. Nee, een feestje is het even niet. Maar goed. Huh? Een feestje is het niet. Maar ja, als je ergens wil komen. Ja. Ben vindt het allemaal niet zo erg. Uit ondiepte. Als we hier uit de ondiepte zijn, dan gaan we overstap. En dan gaan we ook sneller, denk ik. Nou, nu gaan we vooral. Ten opzichte van de wind. Nu gaan we vooral stampen in de golven. Dat remt heel erg.
Ja, we gaan wel snel. Ik ben niet zo happy. Heb je ook wel een... Ik ben jou ook wel een Uiteindelijk gaat Velia enigszins zeeziek naar bed. Nou, het laatste stukje is de wind helemaal weggevallen. Helemaal nul. Nee, dat is niet waar. We hadden 4 knopen wind. Dat is, daar kom je niet echt vooruit. We zijn inmiddels bijna bij Helsingør. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Dit stuk, dus het Kattegat, denk ik nog, dat heet. En dit zijn alle huisjes langs de kust van Helsingør. En daar ligt Helsingør zelf. En ik zie nu visvlaggetjes, dus die ga ik even proberen te ontwijken. En aan de andere kant is Helsingborg, ligt daar. Dus dit is allemaal Zweden. Zeg maar verboden gebied voor ons op dit moment. Vanwege corona. Nou, 1 minuut of 20 zijn we er. In een volgende aflevering varen we naar Dragør om vervolgens door te zeilen naar Glove op het eiland Rügen in Duitsland. Daar komen Peter en Christine met Vera aan boord en maken we een mooie tocht naar Sassnitz. Wil je ons blijven volgen? Schrijf je dan in op onze website www.selingeva.com voor de nieuwsbrief. Kijk op de diverse social media en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!